Yo, Nintendo fans! Mario hangt vast in een boom. En als je je afvraagt, Rick, waarom heb je Luigi's pet op? Omdat Luigi's pet de enige hint is naar waar Luigi zich kan bevinden in deze game. We moeten namelijk Luigi gaan zoeken en Peach bevrijden. Zo, doe jij anders even Mario's pet op. Oké, Mario, kom eens even uit die boom, vriend. Nice. We zijn in het fluisterwoud. En we moeten gaan kijken waar we naartoe moeten. Watza! Alle papiertjes moeten kapot. Hallo? Olivia, die is er niet. Zo kan je je vouwarmen niet gebruiken. Nee! Olivia! Waar ben je? Jij zit sowieso in een boompje ergens. Olivia! Olivia! Oh, wacht. We kunnen hier naartoe. Nice. Kijk uit! Aangezien je niet kunt zweven als ik, zou ik maar goed oppassen waar je loopt, Mario. Zie je die grote scheur in de grond? Daar wil je echt niet invallen. Misschien is er wel een manier om die scheur te dichten. Ik weet iets. Vang u! Yo, dankjewel. Een lege snipperzak. Ah, kijk, nu kunnen we gewoon snippers gaan verzamelen. Hoppa, ja, ja. Als het goed is, liggen hier nog een hele hoop snippers. Yes. Oké, let's go. Ga nu dicht bij die enge scheur staan. Ben je er klaar voor? Druk dan op ZR om de snippers op de scheur te werpen. Oké. Hotza. En meer. Nog meer. Ja hoor, nog meer. Yes, zeker. Woe, muntjes. Hoppakeetje. Kijk Olivia daar nou. Die zit, die zit vast in de grond. Olivia, kom. Hoppa. Auw. Moest hij nou weer precies op mijn hoofd landen? Maar goed, oké. Okay, we hebben Olivia nu, dus nu kunnen we weer hierop gaan staan. Oh, we moeten deze boom nu slaan. Oké, okay, bam. Nice. Ja, we zitten nu ongeveer een half uurtje in de game. En ik vind hem toen wel heel erg leuk. En als jij hem nou ook leuk vindt, druk even op dat like knopje dan. En abonneer even op dit kanaal. En dan pak ik even een paddenstoeletje op. Oké, okay, moet ik die nu gebruiken dan? Ik denk het. Oh nee, ik denk het eigenlijk niet. Ik kon daar gewoon naartoe lopen. Potverdorie. We gaan gelijk voor de hard mode, jongens. In de vorige aflevering heb je kunnen zien hoe het kasteel van Princess Peach lekker, ja, daar naartoe verplaatst werd door al die origami linten. Het kasteel staat nu bovenop die berg in plaats van op de plek waar het hoort te staan. En de broer van Olivia is daar. Samen met Peach, die helemaal gehypnotiseerd is, die gehersenspoeld is. En ook Luigi, die is dus nog daar. En nu moeten we dus, ja, ongeveer terug daar naartoe. Kunnen we even dit gat opvullen. En ja hoor, daar krijgen we een muntje voor. Nou, helemaal leuk. Ik hoor voetstappen. Hallo? Iemand met een snor. Een platte pief van papier. Is zijn snor ook van papier? Nee. Dit voelt harig, jongens. Kunnen we via hier? Ja, nice. Misschien krijg ik nu weer een paddenstoel terug, jongens. Die andere paddenstoel, die heb ik echt voor niks gebruikt. Oh, wacht, dit is iets heel anders. Wow, 1000 muntjes? Wat moet je met zoveel muntjes? Volgens mij zitten die gasten in die bomen. Kijk uit, het is een vreemdeling. Is het een van die gemene papieren vlegels? Dat weet je maar nooit. Wel een coole pet. Ja, dankjewel. Dankjewel. Of hadden ze het over jouw pet, Peach? Hoe kom ik bij dat kistje? Ja, daar komen we vast wel straks achter hoe we daar komen. La 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 la. Kan ik hier aan hangen? Oh, kan hier aan trekken. Hoppakee. Zal hij er aan trekken? We zullen zien. Natuurlijk. Oh. Oké, wat moet ik met die blaadjes dan? Ik ga eerst dan allemaal trekken. Denkt hij echt dat hij ons om de tuin kan leiden? Zie hem eens lopen. Hij doet net alsof hij van karton is. Nice. Karton, dat zijn natuurlijk de echte bad boys, hè? Ik bedoel, karton is natuurlijk harder dan papier. Ja, die humor in deze game, die is wel on point. Dat is wel grappig. Hotsa. Hé, hey, een bloem. Nice. Een gedoofde vuurbloem. Wow, die ziet er inderdaad niet zo goed meer uit. Zou water deze verwelkte vuurbloem kunnen herstellen? Oeh. Oké, wat doe ik? Wat doe ik? Ik trek daaraan en daarin valt een roos of zo. Oh, oké. Oh. Moet ik mijn vuurbloem daarin gooien? Ik denk het wel. Maar voorlopig zijn we daar nog niet. Dus eerst maar eens even uitpluizen wat we allemaal hier moeten doen. Het zal wel met die blaadjes te maken hebben. Want ik denk niet dat ik hier op kan springen. Nee, dat gaat niet. Wat moeten we met die blaadjes doen? Oh, oké. Oh, moeten we hier puzzelen? Dit is gewoon memory. Wat grappig. Oké, de 10 en de 10 muntjes. Ja hoor. En de volgende. 100 muntjes. Die had ik nog niet gezien. Zit die hier? Nee, helaas. Die zit daar. Nice. Oké. Hoppakee. Zat die hier? Nee, dat was de verkeerde. Sorry. Hij zat daar. Ja. Top. Wat is dit? Oh, dat zijn... ja, ik snap hem. Dat zijn origami papiertjes. Ah. Oké, die zit daar zo. Verschrompelde paddenstoel. Oké, we hebben echt water nodig, jongens. En hartje. Oké, en nu dan? Oeh, een ster.
Woep woep. Hallo? 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 Hallo, Ster? Hallo? Gun mij. Oh, wat? Wat? En nu? Wat? Oké, wat kan ik nu? Wat kan ik nu? Wat moet ik doen? Moet ik hier aan trekken? Wat doet die stereo in dat water? Moet dit gewoon nog een paar keer proberen of zo? Nice. Hallo. Welcome back. Hallo. Kom je me helpen? Ah, kijk, ja, nu kunnen we dus verder. Er gebeuren een hoop rare dingen, zegt Olivia. Ik vind het echt een leuke game tot nu toe. Super grappig. Even hier aan trekken. Oh, oké. Okay. Dat ging fout. Dan hadden we zeker die ster nodig. Ja, dan hadden we eerst aan dat koord de hele tijd moeten trekken. Dan hadden we die ster moeten pakken. En dan had het waarschijnlijk gelukt om aan dat ding te trekken. Ah nee, nu kan ik dit niet meer doen. Potverdorie. Helpt het als ik hier tegenaan sla? Oké, okay, ja, dit helpt. Oh, oké. Okay. Misschien heeft het dan toch niks met die ster te maken. Pak het! Hoppakee. Wat is dit voor walnoot, jongens? Een verschrompeld zaadje. Dat is niet best, een verschrompeld zaadje. Die moeten we even in het water gaan gooien. Maar eerst moeten we de mist in. Wat is hier gaande dan? Dit zijn andere soorten bomen. Wat gebeurt als ik daar tegenaan sla? Superveel snippers. Oké. Okay. Ik vind dit typisch een plek voor Donkey Kong. Donkey Kongie. Hallo? Wat moeten we hier doen dan? Misschien kan ik hier nog niks doen. Oh, huh? Oh, nee. Oh, nee. Het is een doolhof. Nee! Oké, dan gaan we nu terug. Olivia zegt, heb je ook het gevoel dat we in rondjes lopen? Ik zie door het bos de bomen niet meer. We kunnen beter even rusten. Ja, ik snap dit bos ook niet meer, jongens. Laten we gewoon even chillen hier zo, op die boomstronk. Oh, of niet? Ho, ho, wie is daar? Is het Donkey Kong? Oh, snap, die bomen die leven. Jij daar opstaan, je zit op het hoofd van vadertje Stronk. Inderdaad, toon een beetje respect voor de oudste boom van dit woud. Hallo. Ook al is die flink gesnoeid door die gemene kleine toads, hij is nog altijd een boom van hoog aanzien. Is dit een bosbattle of zo? Oh, kijk daar. Nice. Het leeft. Dankjewel, mijn groene blaadjes. Jij daar, keer terug en vertel je papieren vrienden over de toestand waarin ik verkeer. Mijn hars stroomt te traag om je wat manieren te leren. Anders had je mijn ruwe schors wel gevoeld. Oh, die bomen die er zijn aan het fluisteren. Ah. In ieder geval, vadertje Stronk die is boos op de hele wereld. En als we ooit hier weg willen, dan moet vadertje Stronk toestemming geven. Nou, oké. Okay. Mag ik weg? Ik bedoel, wij zijn hier om de wereld te redden. Wij zijn niet hier om jou te pesten. Als we een manier kunnen vinden om zijn energie te herstellen, dan mogen we het woud misschien verlaten. Oké, okay. Nou, dat wil ik wel. Ik heb alleen nog geen idee hoe, maar we mogen in ieder geval weer weg. Ah, kijk, dat zaadje wat we net hebben gevonden, dat moeten we weer levend maken. En dan moeten we hier naartoe terugkeren. Oké, okay. Kijk, nu hebben alle bomen opeens ogen. Wat nice. Ah, dit is leuk gedaan. Dit is een leuk bossie. Een leuk beginlevel. I like it. Oké, okay, Goombas. Aanval in golven. What up, Goomba? What up? Oké, gaan jullie weer allemaal lekker op een rijtje staan? Oh, nee, niet. Oké, let's go. Die kant op. Yes. En springen maar. Oh, door op het goede moment op A te drukken kunnen we extra schade doen. Oké, kijken of het lukt. Ja, nee. Ja. Ik faal. Ik heb de timing nog niet goed, jongens. En de hamer. Hop. Bam! Oh, en je kan ze dus extra damage doen als je op tijd op A drukt. Maar als ze jou gaan slaan, dan kan je dus ook op A drukken. En dan pak je minder damage zelf. Dus dat is ook wel handig. Meer snippers. Nog meer snippers. Yes. Hoeveel muntjes krijg je, jongen? En wat kunnen we straks met die muntjes? Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Ah, kijk, nu krijgen we 2 ringacties. Dus nu kunnen we eigenlijk 2 keer de vijanden verplaatsen. En dat is nodig, want anders dan krijgen we ze niet allemaal op 1 rijtje. Hoppa. Dikke tutorial, jongen, dit. Gewoon een dubbele tutorial. Kijk, nu heb ik wel... Ja hoor, extra damage. Hoppakee. Nu had ik hem wel door. Lekker. Die Goombas die komen ineens overal vandaan, joh. Ah, nu in deze battle hebben we 2 acties. Dus dat betekent dat we 2 keer mogen aanvallen. Wat een geluk, zeg. Wat een geluk. Komt-ie. Hoppa, 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 hoppa. Oké, de hamer. Hoppa. Hoppa,
nice. We zijn gewoon niet te stoppen, jongen. Oké, was dat het voor de tutorial? Doei, Goomba. Hey, we zijn in ieder geval aangekomen nu bij het meer. En bij dit meer kunnen we natuurlijk even die bloem erin gooien, zodat we een goede vuurbloem krijgen. We kunnen dat zaadje erin gooien. Eens even kijken. Normaal hoor je mij dit niet zeggen, maar zullen we er iets in gooien? Ja, zeker, man. Hier, die vuurbloem. Let's go. Kijk. Kijk eens. Nu hebben we een echte vuurbloem. Nu kunnen we vuurballen gooien naar de tegenstander. Nice. Nou, hoppakee. En die paddenstoel ook even erin. Wat een magisch meertje is dit, hè? Nice. En dit verschrompelde zaadje, dat knallen we er ook even in. Want die hebben we dus nodig om naar die boom te brengen. Zodat we er weer uit mogen uit dit bos. En dat de boom niet meer boos is op ons. Het zielzaadje. Wat was dat dan? Hoorde je dat die urg? Dat leek wel de stem van vadertje Stronk. De laatste keer dat we hem spraken klonk hij nog verzwakt. Maar dit was een erg unieke urg. Oh nee, oh nee, oh nee. Er is toch niets ernstigs overkomen? Ah joh, rustig maar. Oh, hij heeft pijn. Oh nee. Oh nee, vadertje Stronk heeft pijn, jongens. Dat is niet goed. Dan moeten we hem zomaar eens even gaan helpen. Ja, maar eerst ga ik natuurlijk even deze schat pakken. Hè? Dat snap je zelf ook wel. Wat is dit? Oh, een miniatuurtje. Dit zijn de collectibles in de game. Nice. Hallo, Boompie. Oh, Boompie is ook bezorgd om vadertje Stronk. Let's go! Oké, go, 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 go. Waarom fluistert er niemand meer? Schiet op. Ja, rustig aan. Ik ben al onderweg. Ik ben al onderweg. Huh? No! Wat is er gebeurd? Ik zie daarachter Mega Goomba. Zien jullie die ook? Oké, we moeten hem even herstellen, hoor. Oh, het begint ook nog te regenen. Snif, dat die schurk en een lieve oude reus als vadertje Stronk zoiets konden aandoen. Als ik ze nog eens zie, dan maak ik er brandhout van. En wij kunnen dit fixen. Gooien! Hoppakee. En meer. We hebben nog meer. We hebben nog meer. Oké, nog één keer, denk ik. Is die dan weer gefixt? Hij is weer gefixt, hoor. Hoppakee, en de zon begint weer te schijnen. Ik had het gevoel dat een of andere schurk me opnieuw aan het vellen was. Was het maar een droom? Nou ja, op mijn leeftijd laat je geheugen het af en toe wel eens afweten. Gelukkig, hij weet er niks meer van. Hij is aan het dementeren, denk ik. Maar ik heb nog iets voor je, jongen. Ik heb dat zaadje voor je. Kijk, hier, het zielzaadje. Dan kan je je weer herboren gaan voelen, vriend. Werkt het? Hoe voel je je? Oh, oh, disco-opa, jongen. Het lijkt te werken. Ja, wat vet. Dit is geniaal. Ja hoor. Hey, dit was even een mooi optreden. En hij heeft weer haar, jongens. Hij heeft weer haar op zijn bakken. Oh. Oh. Wacht even. Oké. Ja, dit is wat men noemt een boom. Ja, ja, ja. Hij is er weer, jongen. Hij straalt weer als nooit voorheen. Dit is het betere werk. Dat zaadje was alles wat ik nodig had. Ik zit weer strak in mijn bast en mijn stam staat weer in vlam. Ik ben weer jong. Yeah. Ik wil jullie niet ophouden, hoor. Tenzij jullie willen blijven om te dansen en te zingen. Struiken, maak plaats voor mijn grote vriend met de snor en zijn kleine lieve vriendin. We mogen weg. We mogen er weer uit. Wat nice. Maar, ik wil nog wel weten hoe we die kist kunnen pakken. Kan ik dat nog even gaan checken hier ergens? Oh, kijk. We kunnen hier blijkbaar ook nog langs. Hier zijn we nog helemaal niet geweest, denk ik. Mag ik van jou wat blaadjes? Dankjewel. Dankjewel. Mag ik meer blaadjes? Ik heb veel meer blaadjes nodig. Oké. Is dit genoeg? Nog niet? Jemig. Woehoe. Hoppakee. Nog een keer 1000 muntjes. Maar, dat was niet per se wat ik zocht. Oh. Huh? Kan ik hier dan wat opgooien of zo? Nee, dit helpt helemaal niet. Maar ik kan hier niet inlopen, toch? Nee, zie je, ik kan hier helemaal niet inlopen. Wacht even, kan ik dit slaan? Nee, ik denk dat dit later komt. Dat we misschien later die doornen kunnen verbranden of zo. Als jij weet hoe je dat geheimpje daar moet pakken, gooi het even hieronder in de comments, jongen. Want ik ben wel heel erg benieuwd waarom mij dat nou niet lukt. Anyway, we gaan dit bos verlaten. Let's go! Even opslaan die handel. En dan gaan we eens kijken waar we nu uit gaan komen, jongens. Verboden toegang, tenzij je heel erg hier wil blijven. Voor degenen die het bos in willen. Ik ben gemaakt van een tak van vadertje Stronk. Stekstaaltje. Recycling, vind je niet? Nice. Pompidompido. Hé, huh? Dood! Wat doe je daar? Daar in die struikengezicht. Hoofdhoed, dat voorspelt niet veel goeds. Ik ben een toad.
Wacht even, dat ziet Toots er zo uit. Wow, daar zit ik even flink naast. Zijn gezicht is opgevouwen. Nu moet hij alleen nog de kreukels glad strijken. Kom maar mee, Toot. Oh, wacht, je kan niet mee. Moet ik je een klapje geven? Ja? Moet ik je nog meer klapjes geven? Ja? Oké. Welkom terug, vriend. Pardon, ik wil niet onbeleefd zijn, maar hoe kom je gezicht eigenlijk zo geknakt en gekreukeld? Dat is verschrikkelijk verhaal, zegt Toad. Er verschenen opeens overal van die gevouwen schurken die in het wilde weg Toads begonnen op te vouwen. De meeste van ons werden opgevouwen voor we erg in hadden. Wat hebben ze toch eigenlijk tegen Toads? Het is niet eerlijk. Ook Toads hebben rechten. Arme Toad. Hé, rustig, man. Chill hem eens even. Oh, hij is weer terug. Toads kunnen ons ook helpen. Door bij een gevecht op ei te drukken, dan kunnen ze gaan juichen. En hoe meer je Toads er toejuichen, hoe meer hulp ze kunnen bieden. Dus we moeten eigenlijk ook allemaal Toads verzamelen, zodat die ons gaan helpen. Oh, daar hangt wel een prijskaartje aan vast. Wat? Is niet eens gratis? Toads juichen niet voor gratis? Wat? Gierige Toads. Anyway, we gaan zoveel mogelijk Toads verzamelen, zodat die ons kunnen helpen. En ik denk dat we hier aankomen in een kampie. Ze zijn lekker aan het kamperen hier zo. Jongens, als jullie dit nou een leuke serie vinden, doe dan even dat blauwe duimpje omhoog. En laat even wat horen in de reacties. Ik ben benieuwd naar jullie reacties op deze game. Ik ga dit lekker veel uploaden op dit YouTube kanaal. En ja, blauwe duimpjes omhoog en abonneren als je van Nintendo en Pokémon houdt. En wil je mijn lijst zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickachu. Dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!